Wat weet u nog van de Sinterklaasintocht in 1963? Dat is al heel lang geleden, hè? Ja, toen is er ook iets, is er een keer iets geweest. Toen wou ze op een witte pieten beginnen. Er was er niet meer meester Gels of zo, of zoiets. Even graven in het geheugen. Het is tenslotte ook al 50 jaar geleden. Oktober 1963. Hoofdonderwijzer Arnold Ras schreef in het Wanroois Nieuwsblad dat Zwarte Piet beter plaats kon maken voor blanke misdienaren. Zwarte Piet zou de kinderen te veel angst aanjagen. Toen werden de kinderen ook bang gemaakt. Dan hadden de ouders er wat meer over te zeggen. Want alweer Zwarte Piet komt. Ras die meende eigenlijk dat de kinderen bang waren voor Zwarte Piet. En daarom begon hij erover te schrijven. En dat bleef niet onopgemerkt. Landelijke kranten als de Volkskrant en De Tijd pikten het nieuws op. Veel kritiek volgde. Heel Nederland had het gemunt op hoofdonderwijzer Ras. Je kreeg meer rust aan huis. Ze gaf meer rust. Toen heeft het Wanroois Actiecomité een ludieke actie ondernomen met intocht van Sinterklaas met twee witte pietjes verkleed als misdienaar. Want ze wilde Ras beschermen. En toen hebben ze alle motorclubs hier met een hele omtrek bij elkaar gehaald. En die zijn met donders geweld aan me gekomen. En toen hebben ze op het raadhuis, hebben ze daar eigenlijk met een grote en een grijper, hebben ze door de Witte Piet weggehaald en geweld in een ander. De rust in Wanroois kon weer wederkeren. En meneer Ras, die bleef gewoon hoofdonderwijzer op de basisschool. Heel die pietenkwestie, Wanroois is een tijd ver vooruit geweest.